Welkom bij de serie Virtual Reality in het onderwijs. Mijn naam is Dirk van Beek en deze keer wil ik met jullie kijken naar een aantal 360 graden camera's. En met name waar je op moet letten als je er zelf eentje zou willen aanschaffen. Nou, daarom gaan we eigenlijk twee dingen bekijken. We gaan kijken naar waar je op moet letten van de camera zelf. En wat je vervolgens daarna moet doen, oftewel het stitchen om de video's als het ware daadwerkelijk in 360 graden uit te brengen. Goed, daar heb ik twee versies voor meegenomen. Ik heb een Ricoh Theta. Het is de kleine consumentenversies. En ik heb hier een rig staan met 6 GoPro's. Daar zal ik straks even op terugkomen. Eerst even de werking. Hebben we natuurlijk de vorige keer al kort verteld. Over het algemeen zit een 360 graden camera. Er zitten verschillende lenzen. In het geval van de Theta zitten er twee. Die aan beide kanten alles filmen. En op die manier dus een 360 graden film ontstaat. Nou, wil je nou een modelletje gaan aanschaffen? Zo'n Theta is een consumentenversie. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een Samsung Gear. En zo zijn er eigenlijk tal van versies. De prijs gaat ongeveer van de 300 tot de 500 euro. Dan heb je eigenlijk al zo'n cameraatje. Nou, waar je op moet letten, wat eigenlijk bij de normale, waarbij we zeggen ouderwetse platte camera's is, heb je natuurlijk zaken als contrast en helderheid. Dat zijn allemaal zaken wat je bij dit soort camera's ook op kan letten. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die nog belangrijker zijn. Je moet letten op de kwaliteit waarmee je kan filmen. Dus is het HD, Ultra HD, 2,7K, 4K. Het is de kwaliteit als het ware waar je mee filmt. En de framerate, de FPS, is onwijs belangrijk bij het maken van 360 graden video's. Nou, bijvoorbeeld deze, zo'n Theta S, die schiet in HD. Dus dan verwacht je vanuit je televisie of van andere camera's van HD. Dat hele, maak je hele mooie en goede kwaliteit mee. Is niet helemaal zo bij 360 graden camera's. Waarom? Omdat het totale filmpje is dan uiteindelijk in HD opgenomen. Maar dat betekent dus wel dat je van die hele video, zeker als je met een cardboard bekijkt, dat je steeds maar een beperkt gedeelte van die video bekijkt. Dus dan gaat de kwaliteit daadwerkelijk wel een stuk naar beneden. Dus dat is iets waar je echt rekening mee moet houden. Daarnaast, de framerate is een belangrijke, wat ik zei. Dat is dus eigenlijk hoe vaak het beeld ververst wordt per seconde. Nou ja, met dit soort camera's schiet je bijvoorbeeld in 30 frames per seconde. Dat is in principe genoeg, mits er niet genoeg al te veel gebeurt. Als er heel veel gebeurt in je filmpje, en je kijkt veel, je moet veel op en neer kijken of weet ik veel wat, dan is het vaak handig. En je kijkt het veel prettiger als je een hele hoge frame rate gaat kijken. En dus dan moet je niet op 30 zitten, maar dan moet je eigenlijk op 60, misschien wel op 90 zitten. En dat zou bijvoorbeeld kunnen met deze versie, dus met de GoPro's aan elkaar geknoopt. Daarbij kun je dus zelf kiezen op wat voor kwaliteit je schiet. Je kan op 1440 720 schieten en dan kun je dus bijvoorbeeld in 60 frames per seconde filmen, waardoor je dus een heel rustig beeld krijgt en dat het op die manier een hele goede kwaliteit krijgt. Gebeurt er nou iets minder, wil je zelfs camera of foto's maken, dan kun je er ook voor kiezen om op 2,7K in 30 frames of zelfs in 4K te schieten. Ook op 30 frames. Dus dan heb je dus in dat opzicht heb je hier natuurlijk een stuk meer, kun je een stuk hogere kwaliteit mee halen. Nou ja, je zult begrijpen, hier zit natuurlijk een heel ander prijskaartje aan dan aan zo'n consumentenversie. Daarnaast, ander stukje, bij dit soort camera's heb je heel vaak de stitching software. Dus zoals we al verteld hebben, je maakt eigenlijk twee verschillende video's en die plak je als het ware aan elkaar. Dat noemen we stitchen. Nou, bij dit soort camera's zit die software vaak al gratis gewoon bij je de aanschaf van de camera. Dus het is ook een webtooltje en dan kun je het dus altijd automatisch aan elkaar laten plakken. Dus dan is dat helemaal prima. Bij zo'n opstelling moet je daadwerkelijk gespecialiseerde software daarvoor hebben. En zo heb je dus bijvoorbeeld Video Stitch of je hebt Autopano Video van Color. Dus dan heb je dus weer ook weer iets meer kennis nodig van die software om daadwerkelijk je video helemaal aan elkaar te monteren. Dus een stuk hoge kwaliteit, kun je veel toffere dingen mee doen, maar is gewoon een stuk ingewikkelder. Ook aan de achterkant om het daadwerkelijk aan elkaar te plakken. Dit is tof, kun je ook aan leerlingen of studenten zelf meegeven, want de prijs is relatief laag en de verwerking is relatief ook simpel. Dus in dat soort om in te stappen is dit gewoon heel erg tof. Goed, tot zover de camera's. Heb je nou een vraag of een optie of iets anders? Laat even een comment achter. Abonneer, dan weet je precies wanneer de volgende video komt. En ik zou zeggen, tot de volgende.